In het romantische avontuur van B&B Vol Liefde heeft Bram een moeilijke beslissing te nemen. Madelon, die vanaf het begin in zijn B&B verblijft, lijkt niet de connectie te hebben waar Bram naar op zoek is. Met lood in zijn schoenen stelt hij het onvermijdelijke gesprek met haar uit en vraagt hij de andere dames om wat ruimte. Madelon heeft er echter moeite mee en besluit samen met Yami Lee Bram wat tijd en rust te gunnen. Bram is echter bezorgd over hoe Madelon zal reageren. Hij voelt zich niet op zijn gemak bij de gedachte haar teleur te moeten stellen en beseft dat er iets moet veranderen. Wanneer de dames terugkeren, moet hij zijn angst overwinnen en eerlijk zijn tegen Madelon over zijn gevoelens. Hij geeft toe dat hij de klik niet voelt en dat ze voor hem meer een goede vriendin is dan een potentiële liefdespartner. Madelon is teleurgesteld en adviseert hem om zich meer open te stellen voor een relatie. In tranen verschijnt Madelon voor de camera en uit haar gevoelens over het gebrek aan emotionele verbondenheid met Bram. Ze voelt dat hij een muur om zich heen heeft gebouwd, specifiek naar haar toe. Hoewel ze Zweden geweldig vindt, is ze niet bereid om daar te wonen met iemand die voornamelijk zijn eigen ding wil doen en slechts 20% van de tijd met haar wil delen. Ze neemt het besluit om niet langer te blijven en neemt emotioneel afscheid van Yami Lee voordat ze vertrekt. Het vertrek van Madelon is niet het enige afscheid dat deze week plaatsvindt in B&B Vol Liefde. Claudia verlaat de spirituele B&B van Walter en Jorien neemt afscheid bij Leendert in België. Het programma kent een ware leegloop deze week, aangezien eerder al Kees bij Debbie vertrok en Jan gedwongen werd de Portugese bed en breakfast van Marianne te verlaten.